die lange rolls kun je het beste liggend borstelen. Op die manier hoef je niet boven je macht te borstelen, dus krijg je geen last van je schouder. En kan je overal bij. Dus bij de borst, de binnenpoten, de buitenpoten, de rug of de zij en de staart en de kop. Het beste kun je borstelen op hoogte, dus een trimtafel is geen overbodige luxe. Om de hond op de zij te laten liggen, pak je ze als volgt. Je pakt de voorpoot, je pakt de achterpoot en je legt ze heel voorzichtig neer. Goed zo, dat is braaf, goed zo. In het begin doen ze dat natuurlijk nog niet zo heel makkelijk. Maar je begint gewoon met eerst aan te leren dat ze moeten blijven liggen. Op die manier kan je het heel zachtjes doen, omdat je zelf de borstel kunt tillen. Je legt je arm waarmee je niet borstelt over de hoofd heen en houdt tegelijkertijd het haar omhoog wat je wil gaan borstelen. Dan borstel je heel zachtjes, laagje voor laagje, het haar onder je hand vandaan. Ik hou het wel iets vast, zodat het iets moeilijker wordt en niet al het haar tegelijk eruit komt. Want de bedoeling is dat je echt kleine laagjes tegelijk pakt. Tussen de laagjes door moet je ook steeds huid zien. Zie je dat niet, dan zijn je laagjes te dik. En dan ben je inderdaad wel zo klaar, maar dan is die niet goed doorgeborsteld. Ze blijft heel goed liggen. Maar stel dat ze nou iedere keer omhoog zou komen, dan zeg je gelijk, dus op het moment dat ze omhoog komt, nee, mooi blijf en je drukt er terug. Iedere keer blijf je dat doen, net zo lang totdat ze blijven liggen. Want met borstelen zorg je ervoor dat de klitten eruit gaan. En een hond die geen klittende vacht heeft, die voelt zich veel prettiger, want klitten doen gewoon zeer. Je moet zorgen dat je bij het borstelen een systeempje voor het borstelen ontwikkelt. Ik doe het nu even alleen op de schouder, zodat ik haar hoofd tegen kan houden. Maar als ze eenmaal blijft liggen, dan kan je een systeempje ontwikkelen. Dan begin je van hier naar de rug. De poot, die pak je met de dubbele borstel van de zijkant. Als je de poot hebt gedaan, doe je de binnenpoot van de andere kant. Die kan je ook op die manier doen. Waarbij je ook kleine laagjes borstelt en onder je hand vandaan. Als ze heel goed blijven liggen, kan je ook nog op deze manier de borst doen. Tot helemaal de kin. Dan begin je met het buitenbeen, het achterbeen aan de buitenkant. Ik borstel nou niet zo grondig, maar even om het systeempje voor te doen. Dus helemaal naar de bovenkant. Je pakt de bil, doe je die kant heen. En dan begin je aan het binnenbeen. Dit is dus even niet goed borstelen, maar even om voor te doen. En dan kun je eventueel met de kop beginnen. Welke volgorde je doet, maakt niet zo heel veel uit. Maar als je altijd dezelfde volgorde hanteert, dan weet je tenminste zeker dat je alle plekjes hebt gehad. Ben je klaar met deze kant? Dan ga je de volle andere kant borstelen. De staart moet natuurlijk ook nog